Oké, guys, ik ben ready to go om te gaan. Het is nu al 2 uur 's middags, maar ik heb een shoplog opgenomen. Ik heb opgeruimd, mijn koffer ingepakt en ik ben door alle spullen heen gegaan die ik gekocht heb hier. Maar goed, ik wil wel naar MoMA gaan, dus ik ga denk ik gewoon een taxi bestellen. Dat is gewoon veel sneller om daarheen te gaan. Dus dat ga ik nu doen. En oh mijn god, ik heb mijn nieuwe sokken aan. Mijn nieuwe sokken aan die ik gisteren gekocht heb. Kijk alsjeblieft hoe schattig ze zijn. Oh, oh, oh. Schattige tacootjes. En dit is de outfit. Ik heb al 3 keer de outfit gewisseld. Maar ik ben weer teruggekomen op mijn eerste outje. En ik ga deze fans bijdragen. Het wordt vandaag wel echt heel warm. Ik heb gehoord iets van 32, 31 graden. Dus ik ben benieuwd hoe dat zal zijn. Maar goed. Ready to go. Make-up is off. En let's go. Oké, ik ben even mijn schoenen aan het aantrekken. Maar ik had dus gisteren Sour Patch Kids gekocht. Dat is deze candy. En oh mijn god, guys. Als je van zure snoepjes houdt, dan ga je dit zo lekker vinden. Ik vind het echt... Ik word er echt gewoon gelukkig van. En het is duur, maar het is niet zo chewy als die Nederland. Het is juist heel zacht. En je bijt er heel makkelijk doorheen. En ik denk dat ik echt een paar ga halen voordat ik terug ga naar Nederland. Kijk, dit is een blauwe. En... Oké, kijk, dit is een zure coating. En je kan er heel makkelijk doorheen bijten. Zie je? Super zuur. Maar echt lekker. En je hebt ze ook in het rood. Kijk. Ik weet niet of ze dit bij de Jamin verkopen. Maar deze moet je echt proeven. Oké, ik ga dus zo vertrekken. In plaats van mijn zwarte tas heb ik mijn nieuwe rode tas aan. Dat is deze van Michael Kors. En het heeft hier een strikje. Die heb ik losgekocht. Ik moet even deze eraf knippen, want ik kan hem er niet afscheuren. Heb ik al geprobeerd namelijk. Maar ja, dat is dus de tas voor vandaag. Maakt de outfit net weer wat leuker. Maar goed, ik ga nu snel vertrekken naar MoMA. En mijn internet, ik weet niet waardoor het komt, maar hij is echt heel langzaam. En ja, en dan zie ik jullie straks in de taxi wel weer. Oh ja, voordat ik naar MoMA ga, wil ik wel even gaan eten. Maar dat kan ook altijd daarna. Voordat ik naar de Broadway show ga. Dat is dus het plan voor vandaag. Oké, ik ben nu buiten en ik wacht op mijn taxi. Ik zie dat ik buiten wel gewoon goed internet heb. Dus gelukkig werkt het. En ik wou even mijn tas wijzen in natuurlijk daglicht. Het is echt super felrood. En ik vind het echt een prachtige statement piece. En mijn taxi is er in een paar minuten. En deze app die ik gebruik. Het is super chill. Oeps, Siri moet praten. Want deze app is super chill, want ja, het is ook best wel goedkoop. Plus je drukt gewoon op jouw locatie en dan waar je heen wil. En dan kan je ook kiezen of je een gedeelde rit wil of niet. Nou, ik ben nu alleen, dus dan maakt het niet uit of het gedeeld is, want het is ook gewoon goedkoper. En je kan ook zien waar de taxi is. Net als Uber, alleen gewoon op sommige momenten is het gewoon veel goedkoper. Ik kon ook lopen naar MoMA, maar ik heb al weinig tijd, dus dat wil ik niet doen. En als het goed is, is mijn taxi hier zo over een minuutje. Ik ben bij MoMA. Oké, ik heb mijn tickets voor MoMA gekocht. Dat was $14 voor studenten. En ik zat zo toevallig, ik zat net in de taxi. En toen zat er ook een Nederlandse man in. En we hadden echt een awesome gesprek. En de driver was ook super tof. Het was zo gezellig. Het was misschien maar een 15 minuten ride. Maar het was echt zo grappig en toevallig dat we met 2 Nederlanders in een taxi zaten. Echt absurd. Maar in ieder geval, ik ga de tour beginnen. En ik heb er echt zin in. Dus let's go and start this thing. Oké, ik ga beginnen met de exhibition. En ik ben echt heel benieuwd hoe dit is. Oh, volgens mij gaan ze ook deze gallery uitbreiden. Oké.
Kijk maar, daar staan mijn blonde lange haren. Gasten. Ik ga ze weer doen voor de tijd in deze wereld chaos. Een kebab of een pita broodje, daar heb ik wel trek in. En ja, het is lekker snel, want ik wil even door naar Sephora. Ik moet nog even wat cadeautjes halen voor een paar mensen. H&M zag ik net. Er was net een winkeltje met alleen maar candies. En dat was zo schattig. Dat was allemaal smaak. Gummy bears. Echt leuk om te zien. Kijk, de broek die heb ik ook. Ik vond H&M hier ietsje duurder. En daar is die hoor. Sephora. Echt, dit is echt mijn favoriete winkel hier. En het gaat echt altijd mijn favoriete winkel blijven. Echt, ik kan niet met de Sephora winkel. Ik hou er echt van. Voor degenen die echt benieuwd zijn wat ik gekocht heb in Sephora de afgelopen 10 dagen. Ik heb al een shoplog opgenomen, dus die komt ook al binnenkort op mijn kanaal. Die kun je dan daar zien. Maar... love it. Echt. Oh. Kijk, ik heb deze kleur gekocht. En dat is volgens mij deze. Super mooie gloss. Maar ze hebben echt alle kleuren die je ooit kan bedenken. Ik ben nu bij Becca en ik heb echt veel gehoord over hun primer. Ik denk dat het deze is. Ik heb in de shoplog ook deze highlighter geweest die ik heb gekocht. In de kleur Champagne Pool. Maar ik vind die ook erg mooi. Het midden goud ondertoon. En Moonstone. En die is heel licht. Maar Champagne Pop was echt mijn favoriet. Kijk hoe schattig dit Glam Glow maskertje is. Oh, love it. Oké, ik ben eindelijk daar bij Sephora. Het duurde wel echt lang. Ik was eigenlijk gekomen voor skincare. Maar ja, dat is niet gelukt. Oké, dat was een winkeltje met... sieraden van India's waren die ja, gold-plated zijn en het was zo cute. Alleen, ik vond het niet echt wat leuks voor mijzelf. Maar in ieder geval, het was echt een heel leuk concept en ze supporten internaat, zover ik het heb gezien. Maar goed, het is nu al 6 uur en 7 uur begint de show. 6:30 moet ik daar zijn, dus ik ga zo snel mogelijk een taxi nemen en weg. Maar ik wou even... deze mol aan jullie wijzen. Super groot. Ziet er prachtig uit. Love it. Oh my god jongens, het regent. En ik wou heel graag lopend gaan, maar het regent echt hard. Dus nu ga ik waarschijnlijk toch de taxi nemen. Maar het is wel lang voor iemand bevestigd. Dus let's see. Ik ben aangekomen bij het metrostation. Omdat het gewoon zo veel regende, was de taxi zo duur voor 5 minuten. Dus ik iets van $25 betalen en het was echt niet waard. Maar het ging regenen, dus ik dacht, nou ja, weet je, doe maar gewoon. Alleen toen zag ik pas later dat het metrostation echt 2-3 meter van mijn locatie af was. Dus heb ik de metro gepakt en 2 haltes. En I'm here, so ik ben echt benieuwd. Het is maar 6 minuten lopen vanaf hier, dus dat is prima te doen. Hier in New York. Maar ik begrijp het ook wel, want je hebt gewoon een heel winkelcentrum in het station. Echt apart om te zien. Maar goed, ik ga dus even kijken waar ik eruit moet. En misschien haal ik even eten of drinken voor de show. Het is echt crazy hoe druk het hier is. Het is net alsof ik op een airport ben. Ik kan het gewoon niet geloven. Ja.
Oh mijn god, en guys, als ik überhaupt ook de taxi had genomen, dan was ik zeker langer dan een half uur onderweg. Omdat het gewoon zo druk is op de weg en iedereen gaat met de auto. Dus ik ben wel blij dat ik tenminste dat niet heb gedaan. Alleen nu moet ik echt mijn weg zien te vinden naar buiten. Ik vind echt heel heftig hoe druk het hier is. Kijk alsjeblieft naar deze chaos. Het is echt heel heftig. Iedereen is geïrriteerd, alles is nat. Iedereen is nat. Iedereen maakt mij nat en mijn tas is nat. Om in de rij om naar boven te gaan. Oké, nu zijn we ticket en we gaan naar boven. Ik heb hier zoveel zin in. Zo. Jullie zullen mij gelukkig op dit moment niet begrijpen, maar oh. Iedereen was geïrriteerd dat het regent, denk ik. Oké, alles is helemaal nat. Zoals je kan zien, mijn shirt is nat, mijn haar zijn nat. Want dat is nat, alles is nat in de rain. Maar we zijn er eindelijk. Daarachter is de zaal. Ik ga nu eerst wat eten of wat drinken kopen voordat ik naar binnen ga. Dus ik ben heel benieuwd wat ze verkopen. Maar ik heb er echt zoveel zin in. Jullie weten niet hoeveel zin ik in deze show heb. Maar iedereen is chagrijnig en nat. En ik vind het grappig. Net toen ik ging lopen, ik heb iedereen echt zo chagrijnig. Want iedereen regent, alles is nat. En iedereen had even andere evenementen. Maar goed, ze zijn er eindelijk en daar ben ik echt blij. Oké, ik ben eindelijk binnen. De show gaat straks beginnen. En wanneer het begint mag ik waarschijnlijk helemaal niks filmen. Dus dat is niet erg. Alleen, ja, ik heb er super veel zin in. Ik heb ook hier een boekje gehad van de show. Even kijken of er wat interessant in staat. Waarschijnlijk met de acteurs en reclame. Oh, dat hier. Kan je zien wie de acteurs zijn. Cast. En gewoon wat meer informatie over Broadway shows, denk ik. Oh ja, en hier over de acteurs weer. Dus dat is gewoon een leuk informatief boekje. Wat heb ik net gekocht om te drinken? Oeh, ik heb een slush gehaald. Die komt in een plastic beker. Was $7, denk ik. Daarna heb ik een ijsje gehaald. Lekker ongezond. Maar ja, als je het doet, dan moet je het goed doen. Daarna heb ik, even kijken, Twizzlers gehaald. Omdat ik dit, ik wou dit zo lang proberen. En ik zag het hier bij de kassa. Dus ik dacht, nou, dit is een goed moment om deze uit te proberen. En aardbeiensmaak snoepjes zijn mijn favorieten. En ja, dat was het een beetje. Dus ik heb super veel zin in de show en ik laat jullie erna weten hoe het was. En ik heb er echt heel veel zin in. Ik denk echt dat het leuk gaat worden. En dit is nog het begin, dus ik kan dit denk ik wel even wijzen. Niks is nog begonnen. Het podium is wel kleiner dan ik überhaupt had verwacht. Maar dat hoeft niks slechts te betekenen. Oké, de theatershow is zojuist afgelopen. En het was super leuk. Echt een aanrader om daarheen te gaan. Voor de mensen die in New York zijn of ja, hier op vakantie komen, je moet echt een Broadway show gezien hebben. En in specifiek deze van The Lion King was echt tof. Dus dat is echt een aanrader. Maar goed, als je dan hier komt, kom zelf langs het theater om je tickets te kopen. Je bespaart gewoon letterlijk €150 soms. Dus zeker doen. Alle lichten zijn nog aan, want er zijn alle lichten, alles is nog aan. Ik ben letterlijk nog in het midden van Times Square. Dus terug naar het oude hotel om spullen op te halen die ik daar heb laten bezorgen. Maar ik ga dat denk ik waarschijnlijk morgenochtend vroeg doen. Het duurt een half uur om heen te gaan en het is nu al 9:30 ongeveer. Dus ja, dat is een beetje de plan. Ik denk dat ik nu ergens ga eten. Het kan zo zijn dat ik gewoon dichterbij het hotel ga eten. Maar ja, dat is een beetje het plan voor vandaag. Morgen ga ik dus dat ophalen. Als het lukt ga ik naar de Brooklyn Bridge morgen. Want dat moet je gewoon gezien hebben, neem ik aan. Het is natuurlijk super druk. Oh, oh, oh. Maar ik heb niet echt zin om hier in deze drukte te gaan eten. Dus ik denk dat ik gewoon richting het hotel ga. En daar wat gaat eten. En anders maak ik hier even een rondje. Loop ik even een blokje om te kijken of ik wat vind. En dan ga ik kijken of ik met de taxi of met de metro of lopend terug naar het hotel ga. Maar in ieder geval, dat is nu het plan.
En alle winkels zijn nog open. Zover ik zie, het is heel druk. Afgelopen dagen was hier in Times Square gewoon niet zo druk, heb ik het gevoel. Maar vandaag is het echt super druk. Super veel mensen. Lekker voorzichtig zijn. Maar alsjeblieft, look at this view. I love it. Ja, ja. Ik ben al een keer in New York geweest. En toen ik deze trip naar New York kwam, vond ik het heel erg druk. En iedereen in een chaos. Plus, ik had het gevoel dat iedereen stress had. Maar nu, like, I learned to love the city. Ik vind deze stad nu echt zo tof. Maar ik vind het echt amazing hier. Deze twee dagen, wat ik hier alleen heb doorgebracht, waren ook super tof. Ik heb zoveel gezien, zoveel gedaan. Heel veel gelopen. En ja, I really love the city now. Ik kan zeker zeggen dat mijn perceptie van New York in de laatste week echt veranderd is. En I mean, you just gotta love the rush that goes through your body when you're here. Dat is een beetje het gevoel dat ik krijg van New York. En ik heb er nu alleen maar pure liefde voor, echt waar. Ik ben net even Steve Madden winkel binnengekomen. Oh mijn god, super druk, super veel sale. Hopelijk vind ik wat. Alles ziet er zomaar uit in de avond. Oh, dat is. Oké, ik ben nu bij Bryant Park. En ik zie dat er een Whole Foods is. Ik ben er nog niet geweest, dus ik wil wel even graag gaan kijken. Dus ik ga denk ik even oversteken en daarna binnen. En dan kan ik jullie wijzen hoe het is. Het is een beetje een organic winkel met allemaal healthy eten en zo. Maar goed, en verder moet ik, om terug te gaan naar het hostel, moet ik recht doorgaan. Deze zebrapaden, jongens. Het geeft me echt het hele New York gevoel. I love it. Ik ben echt heel benieuwd. Oh, het ziet eruit als het tuincentrum. Let's see. Oké. Takeaway. Daar moeten we zijn. Kijk, koekjes. Allemaal gezond. Cool joh, heel cool. Oké, lunch picks. Salades. Het ziet er wel allemaal wel lekker uit. Maar ik ga nu zo wel warm eten. Maar ik vind het wel super tof om hier überhaupt te komen en te zien. Echt leuk. Ook ik sushi. Misschien neem ik dan wel eentje mee voor later vanavond. Oké, ik heb het al even gezien. Ik was alleen naar de to-go stukje gegaan. Maar super healthy. En vers ook, zover ik het kon zien. En ja, gewoon makkelijk om gezonde eten mee te nemen. En ik moet die kant op. Even kijken. Ik moet inderdaad die kant op, rechtdoor. Nou, let's walk. Het avondleven hier in New York is echt een andere capaciteit. Anders ook. Alle lichten zijn aan. Iedereen is nog in de drukte om wat te doen. En dan heb ik het over de mensen die in New York zelf wonen en leven. Natuurlijk, toeristen die zul je altijd wel overal hebben. Maar ik heb het ook echt gewoon over de New Yorkers. Het is nu misschien 10 uur, 11 uur. En iedereen loopt nog buiten. Dus dat is echt vet. Oké, ik loop nu langs het Bryant Park. Daar waren we vorige week met een groep studenten van het Lim College. En hiernaast zie je de State University of New York. Heel cool allemaal. Echt, deze stad is zo mooi, jongens. Ik kan het niet uitleggen.
Oké, okay, daar heb je de Chipotle. Daar ben ik met Celine, mijn vriendin, heen geweest. En daarnaast de Zara. Ik vond de burrito van Chipotle niet zo heel geweldig. Ik was een beetje confused door alles maken. Maar ik vond... Thank you. Zo lief. Dat zou iemand in Nederland dus never zeggen. Maar in ieder geval de tacos van Chipotle, die vond ik wel echt lekker. Dus als je naar Chipotle komt, dan... zo lief dat ze dat zei. Oh mijn god, ik kan me er even niet van afhalen. Die is echt een aanrader. Nou ja, Zara, over Zara gesproken. Het is veel te duur hier. Onze Zara in Nederland is zoveel goedkoper dan hier. Dat ik gewoon echt... Het is te groot verschil om überhaupt hier na te denken om dingen in de Zara te kopen. Echt waar. En by the way, ik heb McDonald's ook nog niet geprobeerd. Dus daar heb ik eigenlijk ook wat trek in, heel eerlijk gezegd. Het is natuurlijk wel een dingetje om McDonald's te eten op de laatste avond dat je hier bent. Maar misschien haal ik wel pizza. Laat me dat doen. Even kijken hoor, wat wil ik dan? Even kijken of ze een menu hebben. Hi! Oké, ja. Oké, ik heb een pizzatje gehaald met spinazie. Dus ik ga denk ik ergens zitten en dit eten. Het is maar één slice, dus misschien haal ik nog wel wat anders. Maar ik ben nu al 10 dagen in New York bijna. En ik heb nog maar 1 keer pizza gegeten. Dus ik vond het wel een beetje terecht om nog een keer pizza te eten. Even kijken. Ik denk gewoon hier zitten. Hey. Oké, ik ben echt benieuwd of het lekker is. Ik kon het ook aan het hotel opeten, maar dan... Tegen die tijd is het helemaal koud. Oké. We hebben een spinaziepizza gehaald. Heel simpel. Zo ziet hij eruit. Oké, ik ben echt benieuwd. Hoe ga ik dit eten? Oké, kijk alsjeblieft hoe het eruit ziet. Ze hebben hem net in de oven nog gestopt. Oké, eet smakelijk. Cheers. Oh, dat is wel lekker. Oh, ik zit bijna weer achter de Sephora. Of voor de Sephora. Omdat het gewoon mijn B is. dat is wel lekker. Ik was met mijn vriendin naar een andere geweest. En dat heb je ook in een andere vlog gezien waarschijnlijk. En die vond ik eigenlijk het lekkerst van ze allemaal. Maar ik ga dit nu even oppuzzelen. En dan zie ik jullie zo weer. Oké, de pizza was lekker. Volgende keer zou ik iets nemen met kip, denk ik. Het was echt... Er zat heel veel spinazie op. Maar het was gewoon een lekkere New York pizza. Het was $5, by the way. En ik ga nu teruglopen naar het hotel toe. En ja, misschien kom ik nog een CVS on the way tegen. Dan wil ik daar nog even naar binnen gaan. Want CVS is eigenlijk een hele grote kruidvat, als ik het goed heb begrepen. Dus ik ben echt benieuwd hoe dat eruit ziet. Oké, ik ben terug aan het lopen naar het hotel. En kijk waar ik langs loop. Dit stond ook op een van de plekken die ik graag wou bezoeken. De Grand Central Terminal. Ik ga naar binnen om te kijken hoe het eruit ziet. En ik wou dit echt lang doen. Dus even snel oversteken. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oeh, iets te laat. Bijna. Ik wil het gewoon zien. Kijk hoe het is. Oké. Top. Oh, I love it. Hier moest ik dus langs lopen om naar huis te gaan. Of naar het hotel te gaan. Als ik niet was gaan lopen, had ik het niet gezien. Dus ik ben wel erg blij dat ik hier binnen ben.
Alles is marble en alles is marble en licht en oh mijn god, kijk het plafond. Oh mijn god, I love it. Oké, ik ga jullie één puntje geven. Prachtig. Stel je voor, dit is Amsterdam Centraal. Wauw. Het is toch mooi. Echt mooi. Hier is het maar 12 minuten lopen, dus dat is prima te doen. Ik kon ook een taxi nemen zoals ik al eerder zei, maar dat doe ik niet. Nou, wat ik ook nog niet gegeten heb van Amerika is een cheesecake. Maar ik denk niet dat ik hier een authentiek, echte New York cheesecake kan krijgen. Dus laten we dat niet hier doen. Hopelijk morgen. En ja, anders zien we het wel. Al deze snoep bij de checkout. Echt hemels. Oh, I can't. Oké, guys. Ik ben ongeveer al 20 minuten, half uurtje geleden in de kamer aangekomen. En ik was even op mijn telefoon. Maar goed, ik wil de vlog gaan afsluiten. Maar voordat ik dat doe, wil ik even door mijn CVS aankopen gaan. En bij de kassa kwam er opeens een veel hoger bedrag uit dan het eigenlijk zou moeten zijn. Maar dat kwam doordat ze de kortingen niet hadden meeberekend. Oké, zover ik kan zien heb ik alle make-up er wel afgehaald die ik met het doekje eraf kon halen. Oké, ik heb vandaag nog wat extra dingetjes gekocht bij de Sephora voor Favorites, Give Me Some Lips als cadeautje voor een vriendin. Hila Liquid Eyeshadows voor mijn moeder. Huda Beauty 2 paletjes. Coral Obsession en eentje in de Mauve Obsession. Ik zet hem, dat is deze. Ook een prachtige palet. Tatcha, ik zag hiervan skincare de Olaplex nummer 3. Is de Becca highlighter. Dus ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Geef het zeker een thumbs up. En ja, dan zie ik jullie morgen. Morgen is weer de terugreis naar Nederland. In de ochtend moet ik wel even een pakketje gaan ophalen. Dus ja, inderdaad. Eerst naar Williamsburg in Brooklyn. En dan naar de airport. Ik val gewoon. Ik ben gewoon erg moe. En ja, dan zie ik jullie morgen weer. Fijne dag in ieder geval. En dan zie ik jullie weer in de volgende vlog. Stay happy.